Deze biologische sinaasappels zijn zowel voor mensen met een hoog inkomen als een laag inkomen. Volgens hoogleraar Jaap Seidel van de Vrije Universiteit Amsterdam komen in Nederland voornamelijk mensen met hoge inkomens bij biologische supermarkten. Maar in Zwolle ligt het anders. Mensen met een uitkering komen juist ook bij biologische supermarkten. Onze verslaggevers gingen naar de grootste biologische supermarkt in Zwolle, Goody Foods. We hebben juist de indruk dat eigenlijk alle lagen van de bevolking bij ons in de winkel komen. Ook veel mensen met een uitkering, maar juist niet de hele rijke mensen. Dus dat is wel apart. Twee verdieners wel, maar mensen met een heel hoog inkomen zien we lang niet altijd. Dus het is niet vanzelfsprekend, mensen met een hoog inkomen kopen veel biologisch.